In Alphen aan de Rijn organiseerden de Rabobank en de Kamer van Koophandel een symposium over de kracht van het groene hart. Tijdens dit symposium ontving demissionair minister Spies een eindrapport. Ik wil hem heel graag aan Liesbeth Spies overhandigen. Provincie, gemeente, bedrijfsleven en de belangenorganisaties hebben gezamenlijk gewerkt aan het rapport over het groene hart. En dat was nodig. Is het niet goed als je ziet dat economische cijfers achterblijven bij landelijke gemiddelden in deze regio? Daar moeten we wat aan doen, daar kunnen we wat aan doen. Er zitten hier ook hele sterke ondernemersverenigingen. Laten we die alsjeblieft gebruiken en inderdaad die ruimte bieden. Want park en tuin vragen heel veel onderhoud, vragen ook echt nieuwe investeringen. En bij een museum is dat toch al heel snel iets minder. Volgens Ruud van der Vliet van de Rabobank Rijn en Veestromen zijn er een aantal belangrijke kernpunten die in het rapport naar voren komen. Nou, het is heel belangrijk dat er nu een gedragen visie is, dus stip aan de horizon. En dat kort door de bocht komt het erop neer dat een vitaal groene hart voor iedereen heel belangrijk is. Dat het groene hart ook echt gezien wordt als de tuin van de Randstad. En dat de steden en het groene hart ook met elkaar verbonden worden. Maar dat er ook ruimte blijft om te ondernemen en te leven. En dat is wel heel belangrijk. Dat het niet op slot gaat, maar dat er ook een stuk vitaliteit, dynamiek blijft ontstaan. Bij de totstandkoming van het rapport zijn ook de gemeentes betrokken. En die kijken met belangstelling uit naar het rapport. En de hoop is dat we met dit rapport wel tot iets concreets kunnen komen. We gaan het nog bespreken in het college. We gaan het ook, denk ik, na morgen als het in het college geweest is, ook kijken of het al rijp is om naar de raad te sturen, om daar een themaavond aan te wijden. En vervolgens zullen we dan moeten kijken, blijven wij bij die bestuurlijke stelling. Er moet nu concreet iets gebeuren en anders dan heeft het wederom geen zin. En om het rapport kracht bij te zetten en het dus zin te laten hebben, benadrukte Kees Veerman nog een keer het belang van het groene hart. Het is van jullie en niemand neemt je dat af. Zorg dat je het beter hebt. Dank u. Dat was hem voor nu. Wil je het hele rapport downloaden? Dan kan dat via onze website. Het adres is daarvoor www.woerden.tv.